De correspondent heeft 50.000 leden. Oh. 50.000. 50.000, man. Reden genoeg voor een e-mailtje van Rob Wijnberg. Ja, kijk, mailtje van Rob, alleen maar aan Daan, ik weet ook niet waarom. 50.000 leden, of we dat visueel kunnen maken. Nou, kijk. 50.000 leden? Visueel. Holy Wijnberg, dat zijn er net zoveel als in het opiniepanel van Eén Vandaag. Sorry, in het wat? Eén Vandaag opiniepanel. Oh ja, 50.000 leden is dus heel veel. Het is evenveel als er mensen meedoen aan de nieuwjaarsduik. Ik heb gesneden meteen. Het is evenveel als er bezoekers zijn voor het Bunkermuseum in Schiermonnikoog. Foto Haakok. En evenveel mensen als er in Nederland jaren zijn op 25 september. Dat ben ik. 37. Yeah! Het is het aantal flitsen dat dit ontharingsapparaat maakt. Yeah! 50.000. In deze vrachtwagen zitten 50.000 blikjes bier en geen chauffeur. Wat? En in ieder geval zijn al deze 50.000 leden echte klappers. Of knallers, kleine ontploffingjes. Dit is waarom ik geen vingers meer heb. 50.000 leden, dat is zoveel dat als ze allemaal €60 zouden betalen, waar je dan wel 21% belasting op af moet dragen, dat je dan een budget hebt waar je een dappere broodroostertje voor kan maken. Of om het anders te zeggen, als al die leden flippo's zouden zijn en die zouden dan uit de lucht komen vallen als regen, zeg maar, dan zou het er ongeveer zo uitzien. Wat? Samengevat, 50.000 leden is heel veel. 50.000 leden is heel veel, maar zoals bij alles wat relatief is, eigenlijk ook heel weinig. Zo heeft de titelsong van GTST's neefje met een leerachterstand Nieuwe Tijden al meer dan 50.000 views en die ziet er zo uit. Ik bedoel, Enzo Knol heeft 30 keer zoveel subscribers als de correspondent. Sterker nog, als hij een filmpje maakt, krijgt hij meer likes op dat filmpje dan de correspondent leden heeft. In Nederland zijn ongeveer 250.000 mensen analfabeet. Er kunnen 5 keer zoveel mensen in Nederland niet lezen als er mensen de correspondent lezen. Dutch has 23 miljoen native speakers. Oké, bitches, dus 50.000 leden van de 23 miljoen in het Nederlands taalgebied, dat is 0,2% van de doelgroep bereikt. Als Daphne Schippers zou stoppen om te juichen als ze nog maar 0,2% van haar doel bereikt zou hebben, dan zou dat er zo uitzien. Schippers. Nee Daphne, je bent nog niet klaar. Als deze 500 ballenbakballen in dit zwembadje het Nederlands taalgebied zouden zijn, dan zou deze appel alle leden van de correspondent zijn. Er zijn dus 23 miljoen mensen in het Nederlands taalgebied, min 50.000 die al een abonnement hebben. Dat betekent dat er afgerond 23 miljoen mensen nog geen abonnement hebben op de correspondent. En dit klinkt cynisch, maar het is hoopvol. Want als we met 50.000 leden het dappere broodroostertje kunnen maken, denk je dan eens in wat we kunnen maken met 500.000 leden. Je moet toch werken voor je geld? Dit filmpje naar al je 9 vrienden, want meer lezers is meer lezers. Op naar de 23 miljoen. Elk abonnee die erbij komt vind ik gewoon niet normaal. Vind ik gewoon echt super tof.